Dit is de 1 minuut podcast. De podcast waar je elke dag geïnspireerd wordt om in kleine stappen jouw mooiste doelen te bereiken. Denk groot, start klein. Ik ben Leroy en ik heet je van harte welkom bij de 1 minuut podcast. Hey, leuk dat je meekijkt naar deze video over jouw gedrag en hoe je je eigen gedrag kunt veranderen. Ik ga het met je hebben over de 5 don'ts en de 5 do's van hoe jij je eigen gedrag kunt veranderen. Het is niet zo makkelijk om jezelf te veranderen, want dat is een feit wat je nodig hebt en wat je moet doen. Is kijken naar jezelf en wat kan ik veranderen om deze situatie te verbeteren. Laten we gaan naar als eerste de 5 don'ts wat je absoluut niet wilt doen. 1. Je moet je te veel inspannen. Het kan zijn dat op het moment dat je een gedrag wilt veranderen, dat vergt veel zowel fysieke energie als mentale energie van jezelf. En dat kan ervoor zorgen dat je denkt van ja, poeh, ik moet het gaan veranderen, maar het gaat me zoveel energie kosten, zoveel kracht kosten, dat ik gewoon niet begin om dat ook daadwerkelijk te gaan veranderen. En 2 is, je ziet tegen deze gedragsverandering op. Je ziet eigenlijk wat je wilt veranderen. Bijvoorbeeld, zoveel kilo wil je afvallen of je wil je eigen bedrijf beginnen. En dat is alsof het een berg is, hè, die zo hoog staat en waar je zo tegenop kijkt. En dat je denkt, wow, dat ga ik echt nooit halen, dat ga ik nooit redden. En daardoor kom je ook niet in beweging, start je niet en hou je al zeker niet je gedrag vol. 3. Je wordt onzeker. Je wordt onzeker omdat je gaat nadenken, wat voor gedrag wil ik eigenlijk veranderen? En dan moet je een keuze gaan maken. En zodra je een keuze gaat maken, dan leidt dat uiteindelijk ertoe dat je ook begint te twijfelen misschien over die keuze. Ja, wat zou ik dan als eerste gaan veranderen aan mezelf? Welke dingen wil ik allemaal veranderen? Het kan ook zijn dat je heel veel dingen wil veranderen, waardoor je juist niet in beweging komt, niet in actie komt. Omdat het zoveel dingen zijn. Dus kortom, het maakt je onzeker. En daardoor ja, is het lastig om uiteindelijk ook je gedrag te gaan veranderen als je onzeker bent. Dat werkt natuurlijk veel beter als je meer zelfvertrouwen uitstraalt. En daarnaast ook ja, er echt mee aan de slag kunt gaan. 4. Je wordt al moe bij de gedachte alleen aan ja, de gedragsverandering die je wilt gaan toepassen. Het is alsof je die berg beklimt, hè, wat ik net al aangaf. En je kijkt ernaar en je wordt er al een beetje moe van. Maar vervolgens kijk je ook nog naar beneden, kijk je naar je schoenen, naar de stappen die je voorwaarts wilt zetten. En dan denk je, ja, dit is me te veel moeite. Ik kan dat ene drempeltje, het is eigenlijk maar één klein drempeltje die je over moet. Maar het lukt je maar niet om dat ene kleine stapje te zetten. Ook dit houdt je tegen om jouw gedrag echt te gaan veranderen. Dus als je moe bent, wordt het lastig om dit ook goed te gaan toepassen. En 5, je glucosevoorraad is te laag. Glucose, de energie die in jouw lichaam plaatsvindt, die raakt soms op. Dus het kan zijn dat onze voeding op dat moment niet goed is, maar het heeft heel veel effect op natuurlijk heel veel verschillende dingen in ons energieniveau. Ook bijvoorbeeld je slaap, maar specifiek als we kijken naar glucose, de voeding die je tot je neemt en ook zeker die voeding, dat is ook de brandstof. Hè? Dus wat jij eet is ook wie je wordt. En dat kan ervoor zorgen dat het ook makkelijker wordt om gedrag wel of niet te gaan veranderen. Dus een don't is zorg ervoor dat je niet te weinig glucose in je lichaam hebt. Maar dat je wel zorgt dat je voldoende brandstof hebt om jouw gedrag te kunnen veranderen. Daar heb je nu eenmaal energie voor nodig om dat ook daadwerkelijk en goed te kunnen doen. En dan nu de 5 do's van verandering. En ik noem het ook altijd 5 maaks. En de eerste stap die we daarin kunnen zetten is maak het klein. Maak jouw gedrag, datgene wat je wil veranderen, maak het klein. Die berg die we hebben, maak het kleiner voor jezelf. Als je nu hier staat en je wilt hier naartoe, maak het absurd klein dat je dat ene kleine drempeltje wel over kunt gaan. Dat je ermee aan de slag kunt gaan. Dus niet die 20 kilo die je wilt afvallen, maar misschien die 0,1 kilo die je vandaag wilt afvallen of deze week wilt afvallen. Niet dat hele boek dat je wilt lezen, maar die ene pagina die je wilt lezen. Niet een half uur lang achter elkaar kunnen mediteren, maar beginnen met 1 minuut mediteren. Maak het heel erg klein voor jezelf, zodat je ook daadwerkelijk in actie kunt komen en het jezelf op die manier makkelijker maakt. En dat is ook stap 2. Maak het makkelijk voor jezelf. Dus als jij graag dat boek wil lezen, maar je komt er nooit naartoe, maak het dan makkelijker voor jezelf. Zorg ervoor dat je tijd neemt om alles goed in te regelen voordat je begint. Dus leg het boek op een plek neer waar je al weet dat je daar graag wilt gaan lezen, op die plek waar je graag wilt zitten. Leg het boek dat je wilt gaan lezen ook alvast daar neer. Want juist die kleine beslissingen om te kijken, ja, welk boek wil ik nou eigenlijk lezen? Alleen zo'n beslissing kan ervoor zorgen dat je niet in beweging komt en ook zeker niet je gedrag gaat veranderen.
En dat maakt het wel heel belangrijk om daar toch mee bezig te blijven. 3. Maak het positief. Maak je gedrag dus positief. Zorg ervoor dat je niet zegt, ja, ik wil stoppen met roken. Maar dat je bijvoorbeeld eerder zegt, ik wil gezond en fit zijn. Ik wil elke dag vol energie opstaan. Dat geeft een hele andere dynamiek, een hele ander energieniveau aan hetgene wat jij graag wilt realiseren. Juist door die woorden te veranderen, die zinnen te veranderen, van iets negatiefs, van stoppen met roken, heeft een negatieve bijklank. Omdat het iets te maken heeft met, ja, je moet ergens mee stoppen. Dus dat kost je automatisch energie om dat te gaan doen. Dus denk daaraan. Maak het voor jezelf positief. Maak er iets van, ik wil gezond leven. Bijvoorbeeld, hè, dit is een klein voorbeeld. Je kunt het op elk ding gaan toepassen. 4. Maak het simpel voor jezelf. En dat is iets anders dan makkelijk. We kunnen dingen makkelijk voor onszelf maken, maar we kunnen het ook nog weer simpel voor onszelf maken. Dus niet die, al die boeken die je wil lezen, of al die mediteeruren die je wilt maken, of al het geld dat je wil verdienen. Nee, maar maak het lekker simpel voor jezelf. Ga niet denken van, ja, ik moet dit doen, dit doen, dit doen, dit doen, dit doen. Maar hou het makkelijk. Die to-do-lijst met al die taken kun je niet allemaal vandaag afronden. Dus hou het simpel. Doe er eentje per dag. Werk aan dat ene dingetje per dag. En kijk ook, als je bijvoorbeeld je eigen bedrijf hebt. Even een voorbeeldje. Stel je voor, je hebt 100 klanten en je hebt 80 klanten op één en dezelfde manier gehaald. Bijvoorbeeld uit je mailinglijst. En 20 klanten bijvoorbeeld door het geven van een webinar, ik noem maar eventjes iets. Dan kun je het heel simpel voor jezelf maken. Door je veel meer te gaan focussen op die mailing. Omdat je weet dat je vanuit die mailing dus 80% van je klanten hebt binnengehaald. Dus maak het simpel voor jezelf. Ga terug naar de kern. Wat werkt wel? En ga dat meer doen dan dat je dat nu doet. En 5. Maak het heel simpel voor jezelf. Dus zet jezelf elke dag in beweging met de 1 minuut actie. Doe minimaal 1 minuut per dag iets in de richting van jouw doel. Hoe klein die stap ook maar is. Die ene bladzijde die je wilt lezen. Dat ene minuutje dat je wilt mediteren. Die momenten gaan ervoor zorgen dat je uiteindelijk er langer mee bezig gaat. Dat je die focus hebt om dat drempeltje, dat laatste stapje, ook daadwerkelijk over te gaan. En dat zijn de 5 do's om jouw gedrag te veranderen. Dus werk elke dag in hele kleine mini-stapjes aan je doel. Wees dus eerder tevreden ook met jezelf, met de dingen die je doet. Want dat is zo ontzettend belangrijk, dat je jezelf een beloning geeft. Elke dag een schouderklopje. Ook al doe je het maar 1 minuut per dag, maar je schouderklopje dat je er even mee aan de slag bent geweest. Zo hebben we uiteindelijk ook geleerd hoe we moeten tanden poetsen. En tanden poetsen doen we nu altijd. Of we ons nou lekker voelen of niet lekker voelen, dat maakt eigenlijk niks uit. Of we nou gemotiveerd zijn of niet, we gaan op de een of andere manier, we doen het gewoon. We zijn aan het tanden poetsen en zo kun je ook ander gedrag van jezelf veranderen. En jij bepaalt wat dat is. Dus wat wil jij aan jezelf veranderen en hoe kun jij de 5 don'ts en de 5 do's inzetten om dit te bereiken? Ik ben benieuwd naar jouw antwoorden. Vond je dit een leuke video en wil je meer gratis tips hebben, gratis inspiratie? Abonneer je dan eventjes op mijn YouTube kanaal en dan zien we elkaar hopelijk snel weer terug. Ik wens je veel succes met de oefeningen en een fijne dag. Ciao! Bedankt voor het luisteren. Geloof jij net als ik dat je in kleine stappen jouw mooiste doelen kunt bereiken? Abonneer je dan op mijn podcast voor meer dagelijkse tips en inspiratie. Laat me weten wat je van de podcast vond, deel de inspiratie en geef het door.